Vandaag zijn wij te gast bij Hijshockey Den Haag. In het verleden actief als Hijsdeek. Na roemruchte jaren eindelijk teruggekeerd op het hoogste niveau. Vorig jaar ontbrak men nog. Ja, we zijn een vrij grote ijshockeyvereniging in Nederland. We zijn de grootste ijshockeyvereniging met de meeste teams en de meeste leden. In bijna alle competities vertegenwoordigd. De doelstelling is in de nieuwe competitie, de Beneliga, om de play-offs te halen. Dat betekent dat je bij de eerste vier moet komen. Er doen in totaal 16 teams mee en die zijn onderverdeeld in twee pools van 8 teams. Dus wij hebben als doel om bij de eerste vier te zitten in pool A. Dat is best een uitdaging. Je zou zeggen, je bent afgelopen jaar kampioen geworden, dus dat moet makkelijk kunnen. Maar er doen gewoon wel sterkere teams mee in de nieuwe opzet. En wij zijn ook ingedeeld bij de zwaarste pool. Dat betekent dat de uitdaging iets groter wordt, maar wel erg leuk. Vind jij van de competitie omzet op deze manier, de Beneliga? Nou ja, het is een brede competitie. Ik denk dat qua draagvlak in marketing goed is. Ik denk wel dat het qua niveau, dat we daarin wel stapjes moeten maken. Maar de algehele nivellering, ik denk dat goed is voor het Nederlandse ijshockey. En de Belgische ijshockey, welke indruk heb je daarvan? Ken je daar wat van? Nou ja, ik ken natuurlijk Herentals. Die hebben de afgelopen jaren volledig meegespeeld in de Eredivisie. En ik denk dat Herentals dit jaar een van de, zo niet de topfavoriet is om de Beneliga te winnen. Ik ken nog wel een aantal teams uit het verleden. Ik denk dat Luik een goede tegenstander is, maar ja, zullen er ook mindere tegenstanders bij zijn. Wat is de meerwaarde van de Belgische inbreng, zeg maar, in deze Beneliga? Dat je wel een bredere opzet hebt van de competitie. Dus met 16 teams, dat is vrij uniek. Dat is nog nooit gebeurd. Als je dat alleen met Nederlandse teams zou doen, dan zit je dus op 8 teams, misschien met 10 teams. Nou, de afgelopen jaren in de Eredivisie hebben we uitgewezen dat het er 4-5 teams waren. Dus we hebben nu gekozen voor een brede opzet. Voldoende teams, voldoende spanning, ook voldoende afwisseling qua tegenstanders. Waar de uitdaging in zit, is het zoeken van het niveau. Wat zijn de verschillen tussen de teams in Nederland en België? We kennen Herentals vrij goed vanuit de Eredivisie van de afgelopen jaren. Maar de andere teams niet, dus eigenlijk een beetje onbekende. Daar zijn we wel benieuwd naar. Bij Hijs, toen had je nog twee aparte verenigingen. Hijs en Hokai natuurlijk. Hokai zat aan de andere kant en Hijs was hier en ik speelde bij Hijs. Gelijk ook begonnen als forward? Gelijk ook begonnen als forward, ja, inderdaad. Ja. En je begint eigenlijk in de minis. Hè. Dat betekent dat je nog niet echt verdedigers of aanvallers hebt. Maar ik wou toch wel graag naar de goal toe in plaats van achteruit. Maar even serieus, als jullie dit jaar de play-offs halen, dan ben jij heel tevreden? Nee. Kampioenschap, dan ben ik pas echt tevreden. Maar wat ik zeg, stap 1 is de play-offs halen. En dan ligt alles open, dan kunnen we gewoon gaan voor het kampioenschap. Hoe lang ga je nog door met ijshockey, Bas? Ja, zolang het fysiek kan, dat gaat goed. Als ik het kan combineren met mijn werk, ik heb vrij druk en met mijn gezin, ja, er wordt heel veel opgeofferd, thuis ook. Ze zijn heel erg enthousiast en ze vinden het heel erg leuk. Maar goed, het moet maar kunnen allemaal. Dus tot nu toe gaat het goed, ja. Hoe ben je hier terechtgekomen? Ik ben als kleine jongen begonnen bij hockey. Dat was hierachter waar nu de skibaan staat van de ijshal. Daar ben ik begonnen met hockey eigenlijk op mijn 7e, 8e. En zo vroeger toen is gefuseerd toen ik een jaar of 13 was. En zo ben ik bij Hijs Hockey gebleven. En eigenlijk heel mijn leven op een paar jaar na gespeeld hier zo. En wat was jouw positie toen jij nog speelde? Ik heb bij Hijs altijd als aanvaller gespeeld. En daarna ben ik even buiten de stad geweest. En heb ik als verdediger gespeeld. Buiten de stad was blijkbaar niet goed genoeg. De stad was in Amsterdam. Of ik moet eigenlijk zeggen 020. Mag Amsterdam hier? Amsterdam. Dus ik heb een jaar bij Amsterdam gehockeyd. En ben ik verdediger gaan spelen. En toen heb ik in de eerste divisie nog een jaartje afgebouwd eigenlijk. Om een jaartje nog gehockeyd als verdediger. Hard hit, een neutrale speler. Ja, ik denk vooral gewoon een samen mannetje. Ik ben goed in 1-op-1 battles en 2-op-1 battles. Dus ja, hard hitter denk ik dan. Hoeveel penalties heb jij vorig jaar veroorzaakt bijvoorbeeld? Dat zou ik niet durven zeggen. Maar je vliegt er regelmatig wel uit in de wedstrijd voor een paar minuten? Nee, dat valt wel mee. Nee. Ik finish gewoon mijn hits, mijn checks. Met 1-op-1 duels en voor de rest, ik ben niet echt van de vechtpartijtjes.
Ja, indruk is goed. Iedereen werkt hard, iedereen is leergierig. Zit veel talent in de groep. Het gaat er alleen omdat dat ze zich nu gaan aanpassen aan toch een hoger niveau dan vorig jaar. En nou, dat doen we stapsgewijs. Dus de korte termijn doelstelling is om iedere dag beter te worden. Maar ja, dat zal de doelstelling van iedere coach zijn met zijn groep. Maar het is een hardwerkende, leergierige groep. En dat is heel plezierig werken. Eén opvallend ietsje. Jullie hebben een vrouwelijke goalie. Dat heb ik nog niet eerder gezien, eerlijk gezegd. Nou ja, dat valt inderdaad op. De tegenstander van afgelopen weekend had ook een vrouwelijke goalie. Volgens mij is de derde keeper in Zoetermeer ook een vrouwelijke goalie. Ja, het gaat om de kwaliteit en zij verdient om onderdeel uit te maken van onze selectie. Ik ben begonnen in de ijshockeyschool, dat was eigenlijk eerst om te leren schaatsen. En vervolgens ben ik meteen na een jaar al gaan keepen. Ik wist meteen dat ik keeper wou worden. Dus, Ik heb begrepen dat je ook doelvrouw bent van het nationale team. Dat is vrij bijzonder. Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben keeper bij het Nederlands vrouwenijshockeyteam. Ik doe denk ik al vanaf dat ik 16 jaar was. Toen mocht ik meedoen in de selectie, zeg maar, op hoog niveau. En tot nu toe heb ik nog steeds heel erg naar mijn zin. Ja. Heel veel uitnodigingen versturen. De mensen die graag willen komen, die bevestig ik. Die mailen mij, die bevestig ik hun kaartjes. Sponsoren zoeken, bezoeken, evaluatiegesprekken. Zorgen dat de borden allemaal hier op de baan hangen. Vrijdags ontvang ik bij de thuiswedstrijden de sponsoren in deze ruimte. En dan een praatje. En ja, de voorbeschouwing van de wedstrijd, het verslag van de wedstrijd, het programmaboekje, de posters, de social media. Het is bijna een fulltime baan, geloof ik. Laat dat bijna er maar uit. Het is gewoon een fulltime baan. En dat vrijwilligerswerken. 3, 4 jaar. Ik denk dat 4 jaar is een hele mooie leeftijd om te beginnen. En dan zie je ook echt wel aan de spelers die op die leeftijd zijn begonnen. Dat ja, veel meer van natuur is ingegeven dan als je op een wat latere leeftijd begint met ijshockey. Dan is het heel moeilijk om toch het niveau te halen wat nodig is om met de beste mee te kunnen. Hoe belangrijk is de jeugd binnen huis? Ja, heel belangrijk. Wij besteden ontzettend veel tijd aan de jeugd. We hebben daar goede trainers op zitten. Dat is echt een beleid wat we hebben. Ik denk ook wel dat wij de beste jeugdtrainers hebben. Nou, dat zal elke vereniging zeggen, maar ik denk dat het wel bewezen is dat het zo is. Ze trainen ons ook net wat meer dan bij andere verenigingen. Hoe vaak wordt er in de week getraind? Ze trainen gemiddeld zo'n 3 keer per week. We hebben een paar wel hele goede teams waar we tegen spelen komend dit seizoen. Omdat we natuurlijk een niveautje omhoog gaan. Dus, maar ik zie in dit team echt wel een kampioenschapsteam. Zeker wel. Ben jij in geval van nood nog standby? Misschien in het tweede twijfel ik nu. Ik coach het tweede team. En die hebben wat ervaring nodig. Dus het kriebelt voor het eerst sinds 2, 3 jaar weer een beetje. Ik denk dat wij als team zijnde heel goed zijn. En natuurlijk moeten we hard werken. Maar dat kunnen wij heel goed. En ik denk dat wij zeker tegen de Belgen een hele goede kans maken. Hoeveel toeschouwers zitten er gemiddeld nu per wedstrijd op de banken? Vorig seizoen zaten we ruim boven de 1000. Dat was natuurlijk heel bijzonder voor eerste divisie. We zijn nu net begonnen. We hebben alleen 2 vriendschappelijke wedstrijden achter de rug. De openingswedstrijd zat er volgens mij net over de 1000. Dat was de vrijdag. En zondags hadden we hier nog een wedstrijd. Ja, en dat waren daar denk ik 400-500. Je kan ook niet 2 wedstrijden promoten voor 1 weekend. Dat is best wel moeilijk. Dus we hadden bedacht van iedereen met een toegangskaartje voor vrijdag mag zondag nog een keer gratis naar binnen. Als je heel veel sponsors hebt, elk jaar zullen er waarschijnlijk wel een paar mutaties zijn, maar dat kun je hebben. Als je van 1 grote sponsor afhankelijk bent en die stopt ermee, dan is eigenlijk je hele eerste team is weg. Het gaat er uiteindelijk om dat men heel goed bezig is met hun jeugdopleidingen. Want uiteindelijk is dat de toekomst. En ja, dat werd bij veel clubs wel vergeten. En ik denk dat dat ook inherent is aan het niveau waar we nu staan. Ja, die zijn heel belangrijk. Wij kunnen niet zonder vrijwilligers. Dat geldt voor de jeugd en geldt ook zeker voor het eerste team. Nou, een voorbeeld te geven. Het afgelopen jaar hebben we hier de finale wedstrijd gehad met 3000 toeschouwers. En op dat moment waren daar meer dan 50 vrijwilligers nodig om te zorgen voor de horeca, voor de beveiliging, voor de begeleiding van de teams. Dus echt cruciaal om te kunnen draaien voor het eerste, maar voor de hele vereniging. Hoeveel vrijwilligers zijn er nu betrokken bij huis, ongeveer? Ja, praat je denk ik totaal over 60 mensen.